weer kijkt bij mijn Reisstad Vitaal. Voor degene die mij nog niet kent, zal ik me even voorstellen. Ik ben Sophie en ik ben een leefstijladviseur van de gemeente. Vandaag ga ik u meenemen in een mindfulness oefening, oftewel een aandachtsoefening. Ik denk dat u misschien thuis al zit op een stoel of bank en anders pak er even een stoel bij. Want we gaan vandaag deze oefening gaan we zitten doen. Dus u mag comfortabel komen zitten in een houding waarin u een aantal minuten zo kan blijven zitten. Dus goed de billen achter in de stoel, de rug zo recht mogelijk en ontspannen. En dan gaan we vandaag... Wat we nodig hebben vandaag is eigenlijk onze eigen hand. Dus uw linker of uw rechterhand mag u zelf weten. Ik pak de linkerhand en ik neem u mee. Dus luister en doe vooral mee. En ja, dat is eigenlijk vandaag het enige wat u hoeft te doen. Dus als het te zwaar is om de hand zo op te tillen, dan mag u uw hand ook op uw knie leggen, wat u fijn vindt. Nou, hou de handpalm naar u toe en observeer de omtrek van de hand. Beginnend bij de duim, richting de wijsvinger, de middelvinger, ringvinger en de pink. En u merkt op dat er tussen de vingers van allerlei ruimte is, verschillend. Misschien is er tussen de ene vinger wel meer ruimte dan tussen de ander. En vanuit de pink loopt naar de pols, wordt uw hand weer wat smaller. En als we nu kijken naar onze handpalm, zien we allerlei lijnen. Zowel kleine als grote lijnen. En die vertakken zich. Kijk maar eens goed. Gaan ook richting de vingers, richting de duim. Grotere lijnen, kleinere lijnen. En als we dan van die lijnen volgen richting een vinger, dus dan kunt u even inzoomen op uw vinger. Misschien moet uw hand iets dichterbij houden om dat te zien. Want op de vinger zien we een soort spiraalvormige patroon. Oftewel de bekende vingerafdruk. Kijk daar eens naar. En vanuit daar lopen er ook weer lijntjes terug naar onze handpalm. En als u nou de pink naar de duim brengt, zult u zien dat de lijntjes wat veranderen. En dan mag u de hand weer terug ontspannen. Doen we nogmaals de pink naar de duim. En ook dan veranderen allerlei lijnen in onze hand. Dan mag u de hand weer ontspannen. Wat we nou gaan doen, is even de hand licht aanspannen. Dus de vingers heel ver weg duwen. En weer ontspannen. Merk op, als de hand ontspannen is, dat de kleur heel anders is dan wanneer we de hand aanspannen. Dus doe dat nog een keer. En terug. Dat doen we nogmaals. Dus de vingers aanspannen, zo ver mogelijk wegduwen. En bekijk de hand eens goed en kijk welke kleur het is en ontspannen weer. Bij het ontspannen van de hand zien we dat de oorspronkelijke kleur van de hand weer terugkomt. Wat we nou doen is de hand draaien, dus we gaan de rug van de hand bekijken. En die ziet er natuurlijk heel anders uit. Allerlei lijntjes, ook van onze knokkels, nagels. Misschien zijn uw nagels gelakt, misschien ook niet. Als uw nagels niet gelakt zijn, ziet u dat er op de vinger ook een nagelriem, brandmaantje te zien is. Kijk daar even naar. Misschien heeft u net als mij wel een ring aan. Of merkt u op dat u een vlekje op uw hand heeft. Of een schaalvlekje of een moedervlek. Kijk daar eens naar zonder daar iets van te vinden. En wat we nu gaan doen is een vuist maken van de hand. En draai die een beetje om. En merk op dat nou de lijntjes weg zijn. Gaan we de hand weer strekken. En dan ziet u dat de knokkels weer zichtbaar zijn en de lijntjes ook. Dat doen we nogmaals. Maak een vuist. Draai daar wat omheen. Kijk daarna. Merk op. En ontspan de hand weer.
Wat we nou gaan doen is een beetje piano spelen. Dus de vingers mogen een beetje in beweging komen. Eigen tempo. Misschien is het vandaag niet zo fijn. Dan blijft u heel minimaal met uw vingers bewegen. En tijdens het bewegen, ook daar, zijn er allerlei pezen, bloedvaten die meebewegen. En houd de hand er even stil. En nogmaals bewegen we de hand. En houdt u er even stil. U mag uw hand op uw bovenbeen leggen. En nou zijn we al meer dan 5 minuten verder inmiddels. En misschien vindt u het lang, misschien ook niet. Maar als ik deze oefening doe, dan wordt er vaak gezegd, 5 minuten lijkt alsof we nog maar eventjes deze oefening aan het doen zijn. Nou, dat is dus een aandachtsoefening. Als we onze aandacht bij één ding houden, dan lijkt de tijd eigenlijk zo voorbij te vliegen. En dat is dan ook aan u de tip om eens te kijken gedurende de dag of u ook uw aandacht ergens bij kunt houden. Dus te denken aan wandelen buiten, focus op het neerzetten van uw voeten op de grond. Of misschien focust u zich op de vogeltjes in de boom. Of het zonnetje wat schijnt. Of de regen die valt. Het kan van alles zijn. Of te denken aan het eten. Eet u voor de tv? Of eet u eigenlijk op de bank? Probeer eens echt aan tafel te gaan eten en alleen bezig te zijn met de hap naar binnen brengen en het proeven van de smaken. En zo zijn er nog tal veel voorbeelden te bedenken. Nou, bedankt voor het meedoen en ik zie u graag zo meteen bij het bewegen. Ik ga het vandaag met jullie hebben over groenten. Iedereen weet natuurlijk dat groente gezond is. Elke groente heeft zijn eigen unieke samenstelling. Dus het is niet zo dat alleen maar courgette gezond is, of alleen maar bleekselderij, of alleen maar avocado. Het gaat er echt om dat je de kleuren van de regenboog eet. Dus dat is ook altijd wat ik adviseer. Nou is het advies natuurlijk om 250 gram groente te eten. En ik laat je even zien hoeveel dat eigenlijk is. Bij broccoli heb je zo'n heel schaaltje vol. Bij boontjes ook een hele bak. Maar stel je wilt 250 gram sla eten. Kijk, dan krijg je never, never, never nooit op. Superveel. Sowieso is het lastig om die 250 gram groente allemaal bij de avondmaaltijd te eten. Dus sowieso belangrijk om proberen gedurende de dag meerdere eetmomenten te hebben om groente te eten. Maar het is ook best wel saai als je één soort groente, hè, als je aardappels, groente, vlees, wat natuurlijk een maaltijd is die heel veel mensen regelmatig op het menu hebben staan. Als je dan alleen maar broccoli kookt en verder een beetje aardappels en een stukje kipfilet erbij, super saai. Dus wat ik je nu ga laten zien, ik ga je 3 groentegerechtjes laten zien die echt heel makkelijk zijn. Dus ook als je niet geen experimentele dingen in de keuken wil, ik weet zeker dat je dit wel kunt doen. Dus ik laat je een paar dingen zien. Allereerst ga ik naar broccoli. Ik heb hier een stoommandje. Laat ik je eerst even zien. Ik ben echt ontzettende fan van die stoommandjes. Ik heb vuurvaste vingers. Kijk, dit is een mandje. Dat zet je gewoon in de kookpan. Dan doe je een klein laagje water doe je daaronder. En dat gaat dan stomen. Ik doe daar in dit geval de broccoli bij. En daar gaat de deksel op de pan. En dan heb je dus, het is sowieso heel snel natuurlijk dat het op temperatuur is, maar alle vitamine blijven behouden. Dus wat je normaal gesproken in water, vaak mensen ook echt in veel water koken, dat is gewoon niet goed voor de vitamintjes. Je wil zoveel mogelijk vitamintjes in die groente houden. Dus ik ga iets met broccoli maken. Die heb ik nu hier al op staan. Zet ik nog een beetje hoger. Dan ga ik iets maken met worteltjes. Die heb ik hier al eventjes gekookt. En daar ga ik een stengeltje bleekselderij bij doen. Een bleekselderij heeft een beetje zo'n imago van mensen die op
dieet zijn, die dan zo'n bliksemrijstengel aan het knagen zijn. Maar het is echt een ontzettend smakelijke groente die je ook heel goed kan bewaren. Dus even dit bewaar je nou, dat blijft wel anderhalve week goed in de koelkast. En je kunt daar heel veel verschillende dingen mee maken. Ik ga het nu heel simpel, ga ik het even in reepjes snijden. Ik vind het altijd zo'n lekker geluid. Zo, dat is wel voldoende voor deze hoeveelheid. Die stukjes haal ik eraf. Nou, dat gaat in de pan bij de worteltjes. Zo. Allemaal er even bij. Deksel er even op. Nou, die stoom je even mee met de... Ik heb hier nog een beetje. We verspillen geen eten hier. Hè? Gooi ik er even bij. Die stoom je dus met die worteltjes, stoom je die even gaar. Dus dat is helemaal geen moeite. Je snijdt even zo'n 2 van die stengeltjes, of 3, net hoe groot je huishouden is. Wat doe je nou met de rest van die bleekselderij? Ga ik je ook vertellen. Die bleekselderij is super lekker om in een soepje te doen. Bijvoorbeeld in een courgette soep. Als je een uitje fruit en daar doe je een stengeltje bleekselderij bij. Super lekker. Je kan hem ook in de pastasaus doen. Als je bijvoorbeeld een pastasaus maakt, een tomatensaus, dan doe je een bleekselderij, een uitje, knoflookje en een wortel. Dat laat je lekker even zweten in de olie en daar gebruik je ook die bleekselderij voor. En wat ook heel lekker is, als je een keer een smoothie maakt, ben altijd fan van om niet alleen maar fruit in die smoothie te doen, maar doe er ook vooral wat groenten in. En dan is echt een klein stukje, zoiets, is echt al super lekker om door die smoothie te doen. Dan krijgt hij net even een kikje van. Dus bleekselderij. Heel goed te bewaren in de koelkast ook. Het derde gerechtje wat ik voor jullie ga maken is met courgette. Ik heb al een pannetje op het vuur gezet. Die is al lekker warm. Daar doe ik even wat olijfolie in. Gewoon een milde olijfolie. En wat ik dan ga doen is even wat blokjes snijden. Zo. Zoals jullie zien ben ik geen chef-kok, hè? En dat is ook juist wat ik wil laten zien. Ik ben een voedingscoach die ontzettend van eten en van koken hou. Maar ik wil je juist laten zien dat je op een hele makkelijke manier een gezonde maaltijd op tafel kan zetten. Die net even wat smaakvoller is, net wat meer groente bevat. En die helemaal niet ingewikkeld is om te maken. Dus dat is wat ik je heel graag wil meegeven. Dus ga deze gerechtjes vooral proberen. Nou, ik heb hier een half courgette. Zeg maar net natuurlijk met hoeveel personen je bent. Dat ga ik even lekker aanbakken. Kijk, die olie is al lekker warm. Zo. Klein beetje lager. Nou, daar doe ik wat vers gemalen peper alvast bij. En dan gaat dadelijk nog een beetje dille bij voor de smaak. Dus een beetje zo'n anijsachtige smaak. Ik heb hier verse dille, maar als je een potje hebt staan met gedroogde dille, is ook helemaal prima. Kijk gewoon wat je in huis hebt. Als je basilicum lekker vindt om eroverheen te doen, kan je dat ook doen. Hoef je niet mee te bakken, met dille ook niet. Hè? Dat doe je er pas daarna overheen. Zo. Die heb ik alvast gesneden. Deze even aan. Bakken. Hier zit nog een groot stukje. Nog even snijden. Nou, wat ik erbij ga doen. Voor wat extra groente. Niet voor extra kleur, want het is allebei groen. Maar wat diepvriesdoppertjes. Die doe ik erbij. Gaat gewoon bevroren, gaan die erbij. Die zijn echt zo gaar. En dan heb je op een super makkelijke manier, een courgette snijden, daar kan iedereen in blokjes. Die dopertjes die haal je gewoon uit de diepvries en die mik je in de pan. Echt heel erg makkelijk. Dan gaan we er dadelijk wat dille doorheen doen, als ze lekker gebakken zijn. En dan is dat groentegerechtje al klaar. Wat we bij deze gaan doen, die ga ik eerst eventjes afgieten. Zo. De worteltjes en de bleekselderij. Dan ga ik even 3 bordjes pakken, want ik heb voor jullie 3 groentegerechtjes. Gaan we die hier neerzetten.
Eens even kijken. De worteltjes. Nou, zou ik ze zelf nog even wat fijner snijden, maar voor nu kan het wel. Daar gaat een drupje rode wijnazijn bij. Wat ik eigenlijk even in de pan moeten doen, maar goed, dat is nou even. Doe ik het even zo. Heel klein drupje maar. En dan gaat wat goede olijfolie. Dus niet de olijfolie waar je in bakt. Maar echt even een goede olijfolie overheen. En wat vers gemalen peper. En die roeren we dan even door. Had ik eigenlijk even in de pan moeten doen natuurlijk. Maar soms is het zo. Nou echt, gewoon even je worteltjes net even wat lekkerder. Net even wat meer gepimpt. Met een beetje bleekselderij. En wat rode wijnazijn en peper. Dan gaan we naar de courgette, nummertje 2. Gaan we eventjes hier het vuur uitzetten. Ik heb altijd heel, weet het, ik ben goede vrienden met de kookplaat hier. Die doet niet altijd wat ik wil. Kijk, ik doe niet alles erop. Het een beetje gelijk te houden. Dan gaat daar die dille overheen. Zo. En wat vers gemalen peper. En een klein beetje olijfolie. Kijk. Groentegerechtje nummertje 2. Courgette met dopertjes en dille. Gaan we naar de broccoli. Die is inmiddels ook wel klaar. Wat ik daar doe. Echt super, super, super simpel. Dat vinden kinderen ook heel erg lekker. Even wat mais er doorheen. Gewoon een blikje mais. Moet je wel even afspoelen trouwens, want er zit altijd wat zout zit daar doorheen. Dus spoel die heel even af. Dat hebben wij al van tevoren gedaan. Nou, laten we nog even 30 seconden staan, zodat het even warm kan worden, die mais. En dan gaan we het daarna opscheppen. Super kleurrijk gerechtje. Pak ik even deze lepel voor. En zo kom je dus, hè, in plaats van dat je die hele berg broccoli, dat je denkt, nou dat is wel heel erg saai. Maar doordat je er heel simpel een blikje mais aan toevoegt. Dit kan trouwens ook een heel lekkere basis zijn voor een stampotje. Hè? Als je hier een aardappeltje doorheen stampt met een likje mosterd. En, en je bakt daar een kipfiletje bij. Dan heb je ook echt een heel lekkere maaltijd. Kijk. Dit is de broccoli met mais. Dus op die manier heb je, in plaats van dat je dus die aardappelen groente vleesmaaltijd met één soort groente doet. Heb je dus op een hele simpele manier heb je er net even een extra wat extra aangegeven, wat en heel lekker is, niet veel werk en super gezond, wat extra groenten. Wil je weten wat ik allemaal gemaakt heb? Ga dan even naar de website en dan kun je daar alles netjes terugvinden.